Gaat u zitten. Dank je. Dat is lang geleden. Niet lang genoeg wat mij betreft. Je hebt het aardig voor elkaar zo te zien. Ik mag niet klagen. Wat voor diensten bieden jullie eigenlijk aan? Hoezo? Zoekt u gezelschap of wilt u hier misschien zelf komen werken? Dat is niet aardig, Martine. Zo was het ook niet bedoeld, mevrouw Helmink. Maar goed, ik vroeg jou iets. U vraagt naar de bekende weg. Wij arrangeren gezelschap voor mensen die daar behoefte aan hebben. Keurig, hè? En meer dan gezelschap als je bereid bent ervoor te betalen. Mevrouw Helmink, ik heb niet veel tijd. Waarvoor bent u gekomen? Ik wil weten wat de relatie is tussen jou en Annette van Tijn. Waarom denkt u dat er überhaupt een relatie bestaat? Laten we zeggen dat ik daarover mijn informatie heb. Ik geloof dat u nu maar moet gaan. Niet voordat jij me vertelt wat ik weten wil. Ik zou niet graag problemen met je krijgen, Martine. Maar ik ben heel goed in staat om door deze franje heen te kijken. Voor u vertrekt wil ik u aan onze laatste ontmoeting herinneren. Ik had toen een zekere foto in bezit, weet u nog? Maak u zich geen zorgen. Die foto heb ik nog steeds. Het is de tweede keer dat je me probeert te chanteren, hè? De eerste keer heb ik je gevraagd om het te bewijzen. Denk je dat ik dat niet nog een keer zal doen? Er is al wat veranderd sinds ik van school af ben. De man in kwestie was toen nog niet zo beroemd als nu. Niet zo kwetsbaar. Inmiddels staat hij volop in de belangstelling en dat heeft de situatie enigszins gewijzigd. Als die foto gepubliceerd wordt, zou dat zijn carrière ruïneren. Dat weet u heel goed. Wilt u dat? Nou, mevrouw Helmink, zou u dat willen?